ons houdt en dat hij echt ons allemaal een knuffel wil geven, ons allemaal vast wil houden en echt dicht aan zijn hart wil houden. En dat hij zegt, je hebt niet eens door hoeveel ik van je hou. Je hebt niet eens door hoe ongelooflijk groot mijn liefde voor jou is. Hoe teder mijn liefde voor jou is. We zijn vaak met heel veel dingen bezig, maar zijn hart roept om ons. Zijn hart roept om ons. Hij verlangt ernaar ons aan zijn hart te drukken, echt. Op dat moment in een bepaald geestelijk klimaat zit of in een bepaalde ontwikkeling op dat moment en dat er gewoon bij hoort. Dus dat er helemaal niks fouts aan de hand is, maar dat je dus gewoon even moet volharden en door moet gaan tot je daar weer doorheen gestoten bent. Dus het hoeft niet, als ik nu stoorzenders ga noemen, hoef je niet te denken dat bij alles waarbij je hem niet ervaart of niet hoort, er altijd zoiets aan de hand is. Dat is niet zo. Het kan ook gewoon een geestelijk klimaat zijn dus, of een geestelijke ontwikkeling waar je op dat moment in zit. Dat het bijvoorbeeld moeilijker is omdat er erg veel tegenstand is. Dat kan. De stoorzenders die je kan hebben, daar horen vooral heel veel emoties bij. Emoties als angst, teleurstelling, zorg en boosheid. Dat zijn echt emoties die tussen God en ons in kunnen komen te staan. En niet vanuit God. En mensen zeggen, ja, maar God is heel ver weg. Nee, dat is niet waar. Dan moet je zeggen, God voelt heel ver weg. Maar God is niet ver weg. Op het moment dat je gaat zeggen, God is ver weg, op dat moment spreek je al iets uit wat al iets doet in je denken en wat onmiddellijk ook iets doet met je openheid. Als je zegt, oh, God voelt ver weg, maar ik weet dat u er bent, want u laat mij nooit alleen. U bent altijd met mij. U bent in mij. U bent met mij tot aan de voleinding der wereld. Op het moment dat je dat uitspreekt, begin je dat te voelen. Dan begin je al te voelen, oh ja, dat is de waarheid. Hij is in mij. Hij is met mij tot aan het einde van de wereld. Hij is, oh, hij is er niet ver weg. Hij voelt wel ver weg, maar ik ben ver weg. En dat voelt al anders. Dus onze emoties kunnen enorm in de weg zitten. En daar zit dus angst bij, zorg. Wat ik net vertelde over gisteren. Nou, dat was angst en zorg voor mij. Vooral allemaal zorgen, drukte. Van alles en nog wat, je zou er bijna depressief van worden als je je erin laat gaan. Nou ja, heel menselijk dus. Ik denk dat veel van jullie dat wel herkennen. Nou, ik heb er wel last van en dat het dan heel druk kan worden in jezelf. En dat je juist dan moet gaan zitten en dat dan weer niet doet. En dan wordt het alleen maar erger. Dus nou ja, een heel leerproces vaak. Nou, je kunt je indenken dat zonde een barrière is. Dat is niet zoveel over te vertellen. Als er zonde zit in je leven, dan merk je toch altijd dat het contact minder is. Er worden heel vaak gebeld door mensen die op de een of andere manier in zonde zijn gevallen. Heel veel mensen vinden het dan veel gemakkelijker om een van de hulplijnen te bellen dan iemand persoonlijk aan te spreken. Dat snap ik ook heel goed. En je krijgt dan dus de meest bizarre verhalen. En dan zeggen ze ook heel vaak, ik durf niet meer terug naar God, want ja, God hoeft me vast niet meer. Nou, dat is de gemeenste leugen van Satan. Dat als er zonde is in je leven, of zonde is gekomen in je leven, dat God je niet meer wil. God wil je wel. Als jij een kind hebt wat iets heel verkeerds heeft gedaan, of naar jou toe, of gewoon iets verkeerd, dan kan je, natuurlijk kan je daar boos op zijn. Maar uiteindelijk, als dat kind komt en zegt, mama, wil je me vergeven? Nou, je hele hart gaat open, toch? Zo ben je als vader, als moeder, je hart gaat openen, natuurlijk wil ik je vergeven, kom hier. Nou, als wij dat al hebben, hoeveel te meer zal God dat niet hebben. En misschien is het zoiets ergs dat er van alles opgeruimd moet worden. Zoals iemand die ik hoorde, die een zoon had die aan de drugs was, die hun hele een leven kapot heeft gemaakt. Van het gezin, van de ouders, alle dingen uit huis gestolen en zo. Nou, als zo iemand tot bekering komt, dan heb je daarna best wel een hoop opruimwerk. Het is natuurlijk vergeven, maar er moet dat nog opgaan worden, er moeten relaties hersteld worden. En zo geldt dat ook van ons naar God. Zonde staat absoluut in de weg. Door zonde heb je echt een barrière waar langs
waardoor je veel minder Gods stem kan verstaan, ook weer van jezelf uit, niet vanuit hem. Maar hef je dan dus op, ga je naar hem toe, zeg je: Heer, ik heb het helemaal fout gehad, ik weet niet eens of ik het op moet lossen. Bij de ergste dingen. We hebben echt al vaak mensen meegemaakt die dan met hele erge dingen kwamen en toch later belden, moet je horen wat er gebeurd is. Nou, dan hoor je kippenvel verhaal hoor, echt. Hoe God dat uitwerkt in iemand, hoe God vergeeft en ja, je wordt er zelf ook gewoon weer helemaal doorgeraakt. Dus zonde kan in de weg staan. En wat heel veel mensen denken van ja, zonde, ja, oh, dat is iets ergs, oh, die doet dat en dat. Nou, dat is zo vreselijk, ja, die heeft overspel gepleegd en die heeft dat gedaan. En dan praten we over en iedereen vindt het ontzettend erg. Maar weet je wat we vaak helemaal niet erg vinden? Als iemands ego in de weg staat. Want dat zien we niet zo. Dat valt niet zo op. Ja, je denkt misschien diegene is zelfverzekerd of zo. Maar als je ego in de weg staat, weet je dat dat iets is wat in je hart zit, dat het eigenlijk nog een veel erger iets is, ons ego. Het was ook het ego van Satan, waardoor hij dus afviel, hè? Waardoor hij dus de macht wilde. Een ego. We moeten echt onze ego's afleggen. En misschien denk je van, nou, ik heb helemaal niet zo'n groot ego en ik heb eerder een beetje minderwaardigheid. Nou, ik ga je vertellen, mensen met minderwaardigheidsgevoelens hebben ook hele grote ego's. Al denk je misschien van niet, het is wel zo. Het is niet in de zin een ego dat je zou willen heersen over andere mensen. Want ja, je bent onzeker, maar je ego heeft al zoveel nodig. Je hebt de hele tijd bevestiging nodig, dus je gaat je op een bepaalde manier gedragen. Je ziet in de christelijke wereld ook heel veel ego's. En soms vind ik het ook zielig, want als ik meestal zie, dan denk ik ten eerste, ze moeten dat steeds maar ophouden. Het lijkt me uitermate vermoeiend om dat steeds maar te moeten ophouden. Dus het is ook een stuk onzekerheid. En ten tweede zie je ook vaak een heleboel pijn. Dat je denkt van, ja, je wil zo graag bevestiging. Je wil zo graag, eigenlijk wil je gewoon heel graag bevestiging en liefde. En wat je ook vaak merkt dan mensen met een groot ego en die vallen dan, bijvoorbeeld leiders, waar we dan wel eens voor gebeden hebben. En dan blijkt dat ze eigenlijk alle bevestiging van hun ouders gemist hebben. Helemaal geen liefde hebben gehad, nooit hebben gehoord, je hebt het goed gedaan, alleen maar hebben gehoord, oh, dat kan wel beter. Papa, ik had een 8 op school, dan had ik een volgende keer een 9 zijn. Nou, ik heb even dus het ego genoemd. En bij het ego hoort dus trots, ik red mezelf wel, onafhankelijkheid. Er zijn ook echt mensen die niet zozeer last hebben van hun ego, maar heel erg onafhankelijk zijn. Zoiets van, nou, dat doe ik allemaal zelf. Ja, ik ben altijd gewend alles zelf te doen. Laatst praat ik met een vrouw en die zei, mijn leven ligt gewoon op zijn kop. Ik weet gewoon helemaal niet meer wat ik ermee moet doen. Ik zeg, wat dan? Nou, zegt ze, ik snap helemaal niks van. Ik deed altijd alles zelf. En het ging zo goed. En ik heb maar God overgegeven. Ik heb Jezus in mijn leven aangenomen. En ik heb gewoon een puinhoop in mijn leven. Ik zeg, of is de puinhoop zichtbaar geworden? Nou, daar moest ze even over nadenken. Toen zei ze, ja, ik denk dat het gewoon zo is dat ik hem nu de touwtjes in handen geef. En dat ik eigenlijk best wel schrik hoe ik zelf mijn kiezen op elkaar heb gehouden en altijd zelf alles in handen heb gehouden. Haar werk en een gezin en in de eentje alles doen. En toen kwam de liefde van Jezus. Toen kwam de liefde van de Vader. En nu laat ze al die touwtjes los en dan zegt ze, oh Heer. Maar wat dus heel mooi was, ze zei, ik merk zo dat ik afhankelijk ben. Ze zegt, en dat vond ik het ergste gevoel wat ik mijn hele leven heb gehad. Ik wil nooit afhankelijk worden van iemand. Ze was gescheiden, ze zei, ik zal nooit meer afhankelijk worden van de man. Dus dat helemaal zo'n instelling zo van power woman en ik red het allemaal wel. Maar nu is alles geven, onafhankelijkheid in onszelf. Heel snel zelf dingen oplossen, maken dat wij moeilijker zijn stem kunnen verstaan. Als je beseft hoe afhankelijk je bent en je ook heel afhankelijk opstelt, dan zul je veel meer kunnen wandelen in geestelijke dingen. Want op het moment dat je weet dat je afhankelijk bent, dan ga je bij alles, ga je zijn hulp vragen. Dan ga je niet één punt van de dag en dan ga je even met hem praten en bijbelezen. Nee, dan wandel je die hele dag door. En dan ieder moment zeg je, oh Heer, wat denkt u hierover? Oh Heer, wat wilt u? Of als ik dan even met de hond uitga, dan zeg ik, oh Heer,
Wat wilt u dat ik doe als ik iemand tegenkom of zo? Ga ik gewoon naar lopen, ga ik wat lopen bidden en zo. En laatst was ik gewoon in tongen aan het bidden toen het rond uitliep. Toen had ik helemaal niet door. Ik dacht dat ik door een struik liep waar niemand was. Toen was er een man die zat achter de struik omdat hij in zijn tuin bezig was. Dus ik zal wel gewacht hebben, wat is dat nou? Maar ik dacht, nou, misschien heeft hij een zegen ontvangen. Maar dat je elk moment dus ook, dat je ook echt alles met de Heer bespreekt. Dat je gewoon de dingen vraagt aan hem. Wat heel belangrijk is, dat wil ik even ook zeggen, dat is waar gaat het heel vaak mis op het verstaan van Gods stem. Heel veel mensen zeggen, ik versta Gods stem goed en ik heb een relatie met hem en dan begin ik die dingen uit te spreken. En dan krijg ik hier zo echt zo'n kronkel en dan denk ik, oh nee, dat is God niet. Dat is God niet. En dat vind ik dan heel naar, want dan denk ik van, ja, moet ik dat nou zeggen tegen iemand? Nou, heel vaak niet. Dan zeg ik maar niks, want dan denk ik, nou ja, het is aan de Heer. Maar wel als het gebeurt in mijn omgeving, bijvoorbeeld in de groep van Facebook. Of als wij met iemand bidden en iemand anders krijgt daar een woord voor. En ik voel zo'n kronkel en diegene die het ontvangt zegt, oh, ik voel me er niet fijn bij. Dan zeg ik het ook eerlijk, want dat moet. Maar goed, wat is er dan aan de hand, zou je zeggen? Hè? Nou kijk, het begint eigenlijk zo, je kunt natuurlijk... Vervuld zijn met de geest van God. Je kunt niet vervuld zijn met de geest van God en alleen nog menselijk denken. Je kunt ook een verkeerde geest hebben. Nou, laten we er even van uitgaan dat we allemaal de geest van God hebben. Ja, want als ik nu ga praten over mensen die demonisch bezet zijn, is dat weer een heel ander onderwerp. Maar ga ervan uit dat we allemaal de geest van God hebben ontvangen. Dat betekent niet meteen dat iedereen allemaal vrij is, want je kunt vervuld zijn met de Heilige Geest en toch bepaalde bindingen hebben en dan kom je ook wel weer vanaf. Maar de Geest van God. Dus wij gaan er vanuit, we hebben allemaal de Geest van God. Wat kan er dan nog misgaan, zou je zeggen? Nou, heel veel. Stel dat je bidt voor iemand en je denkt, tjoh, diegene is ook bleek. En je gaat ineens zeggen, ja, ik heb het gevoel dat je wat moet doen aan je gezondheid. Nou, is dat de stem van God die spreekt? Of is dat de stem van je verstand en je eigen waarneming? Heel vaak zeggen mensen iets vanuit hun eigen waarneming, vanuit hun eigen verstand. En dat kan heel ernstige gevolgen hebben. Daar zou je misschien niet bij stilstaan, maar dat is echt zo. Er was een keer iemand in een bijeenkomst waarvan iedereen of de meeste mensen wel wisten dat hij met iets heel fout bezig was. Maar iemand anders interpreteerde zijn houding anders, begon dingen uit te spreken. En diegene voelt zich helemaal bevestigd in de weg waar hij om ging. Terwijl het helemaal niet goed was. Het was helemaal verkeerd. Dus het verstand begon te spreken. Oh, wat een gebroken man. Zo, weet je wel. Dus je verstand kan dingen spreken. Je emoties kunnen spreken. Ook heel erg. Altijd als je met iemand praat, of als je ergens bent, of als je iets doet. Wat je ook doet, er zijn er altijd, allereerst is het je verstand en emoties, die willen altijd de boventoon voeren. Geloof maar niet dat het heel erg gemakkelijk is dat je altijd in alle opzichten, als je bidt, meteen de Heilige Geest hebt en alles weet. Want ja, soms is dat zo. Als je een hele geestelijke atmosfeer hebt, zeker weten, eigenlijk die twee hangen samen, geloof zeker weten en vertrouwen. Dus dat vertrouwen daar zit overgave in, dat je niet, ja, denkt ik moet het maar zien of wat er dan nemen. Want als je echt verwacht in vol vertrouwen, in vol geloof, dan zal je echt zijn stem helder en duidelijk gaan verstaan. Want als je Jezus in je hart hebt aangenomen, dan zeg ik dat er wel bij, als je dat niet hebt gedaan, dan is het belangrijk om dat te doen. Want als je Jezus echt in je hart hebt aangenomen en hebt gezegd, Jezus, u bent mijn Heer. Dan spreekt hij tot je. Of jij het nou hoort of niet, of dat je zegt van het lijkt alsof ik niks hoor. Ja, en toch, hij spreekt tot je. Dus ga maar luisteren. Heer Jezus, ik wil u echt vragen op het woord. Wat gesproken is, of alles wat uit u was, Heer, of dat zeer veel vrucht zal dragen. Heer, en dat echt in onze harten en levens zal neerdalen.